Mag ik uw applaus voor de aannemer die Carré zal gaan verbouwen, de heer A.F. Sluit. Goedenavond. Ik heb de autodeur meegenomen. Er wordt hier in de buurt nogal gauw je ruit ingeslagen. Dus ik denk, ik neem een zekerheidje. Dat zou u niet doen. Dus ik heb de deur genomen, begrijp u wel. U hebt er geen last van, hoop ik. Nee, het gaat mooi. Dat het zo wel gaat. Dus u bent de heer Sluit. Ja, ik ben Anton Frederik Sluit. Goedenavond. Ik ben bekend van, komt er iets niet makkelijk uit, bel Anton Frederik Sluit. Ja. Ik sta ook vermeld in de gele gids namelijk. Onder scheerartikelen, dat is verkeerd, maar dat komt, wordt veranderd. Wordt veranderd. Wordt veranderd, ja. Komt in orde. Ja, meneer Sluit, hoe lang zit u al? Ik zit de hele avond al, ik denk, hoe doet hij dat, maar zo. Ja, meneer Sluit, hoe lang zit u al in de bouw? Nou, dat zal ik u vertellen. Dat zit, nou, kan ik ook zo'n ding krijgen? Ja. Ik zit ongeveer 30 jaar in de bouw, meneer Van der Graaf. 30 jaar. Ik ben begonnen met een blokkendoos. Ja. Als kind kreeg ik een blokkendoos van mijn vader. Ik heb hem meegenomen, ja. Dit is de authentieke blokkendoos die ik heb gekregen van mijn vader. Kan dit weg? Van mijn vader en moeder heb ik dit gekregen. En de blokken heb ik nooit gebruikt. Maar van deze doos kan je dus schitterende dingen maken. Ik maak even iets. Hup. Het is simpel, maar doeltreffend. Maar wat is dat nou? Dat heb ik net gemaakt, van die blokkendoos. Ja. Het is een plastiek, hè. Het is kunst. Hebt u een opleiding gehad? Sorry? Hebt u een opleiding gehad? Jazeker, ik heb een opleiding, ja. Nee, ik heb ook een opleiding gehad, ja. Ik ben begonnen met een snacker. Wat zegt u nou? Met een snacker. Met een snacker ben ik begonnen. En dan ging ik met die snackcar ging ik altijd langs de bouwplaatsen. Ja. Waar ze aan bouwen waren. En dan verkocht ik dan broodjes met dit en met dat. Warme worst. Patatje oorlog. En daar heb ik toen heel veel van geleerd, moet ik zeggen. Wat dan bijvoorbeeld? Ik heb daar bijvoorbeeld van geleerd dat je nooit moet wegrijden voordat je de deksel op je hete frituurpan hebt gedaan. Heel belangrijk hoor. Een van de dingen dus. Is het waar dat u ook geprobeerd hebt als architect aan de bak te komen? Ja, jazeker. Ik heb ook ontworpen. Ja, ik heb ontworpen. Mijn eerste ontwerp, belangrijkste ontwerp tot dit moment, was de Afsluitdijk. De Afsluitdijk is van mij. Dat was toch van ingenieur Lely? Wie? De heer, volgens mij is dat van ingenieur Lely. Oh, die. Nee, dat was een koppelbaas. Die werkte wel. Dat was Jan Lely. Jan Lely was dat. Ja, Jan Lely, die werkte als een koppelbaas. Die nummerde de basaltblokken en die deed de zandzakken vol en zo, hè. Die hebben bij ons gewerkt, dat klopt. Nee, maar het ontwerp van de Afsluitdijk is van mij. Het ontwerp. Ja, zijn standbeeld staat aan de kop van de Afsluitdijk. Ja, dat is een geintje geweest. Dat is een geintje. We hadden zo'n bezalblok over en het leek een beetje op die Lely. Ik zeg, zullen we dat voor de gein aan het begin neerzetten? Hebben we zo'n naam erop geplakt. Hij kwaad natuurlijk, maar kon niet meer wegkrijgen. Die wegen tonnen, die dingen. Ja, ik geloof... Dat gauw vervelen. Zal ik er wat anders van maken? Vindt u het er, maar ik geloven doe ik u niet. U gelooft het? Maar er is wel meer. Maar ik heb hier de bouwtekenen bij me, bouwtekeningen. Kijk, dit is het originele ontwerp van de Afsluitdijk. Ik kan het misschien even op camera laten zien, ziet u wel. Dit is hem. En zo is hij ook exact, is hij ook gemaakt hier. Ziet u wel, staat hij ook boven. Hier zo, ontwerp. Ja, maar waarom heb ik dan in verband met die afsluitdijk nog nooit uw naam gehoord? Omdat u Afsluitdijk niet goed uitspreekt. Het is A.F. Sluitdijk, oorspronkelijk. A.F. Sluitdijk. Anton Frederik Sluitdijk, dat is toch toch een beetje. Anton Frederik Sluitdijk. Ja. Even los van uw werk als architect terugkeren tot de aannemerij. Want u bent in dit verhaal toch de aannemer. Ja, ik heb namelijk samen met mijn broer heb ik een bedrijf, hang- en sluitwerk. En uw broer heet Hang? Ja, ik heb een Chinese moeder. En mijn broer die zorgt dus ook inderdaad voor het hangwerk. Ja, en u voor het sluitwerk? Geen domme jongens, hebben die AVO. Geen domme jongens, hebben die AVO. U zorgt voor het sluitwerk. Dat, inderdaad, ik ben begonnen met het sluitwerk. Was mijn afdeling. Maar ik heb dat moeten laten varen. Ik kreeg last van mijn spier, van mijn sluitspier. En toen heeft mijn broer heeft dat ook wel gedaan. Dus die doet nou alles. Ja. Die doet nou alles. Luister, even, mag het? Even terug naar... Maar natuurlijk, ga nu rustig, door. Naar Carré. Heeft die Fontijn dat ook zitten dingen?
verwacht je niet van zo'n man, dat verwacht je niet. Hebt u ervaring met het verbouwen van theaters? Ja, ik heb op jeugdige leeftijd al. Ik zou maar zeggen, mijn eerste verbouwing heb ik gedaan met een paar jongens uit de straat. Dat was het in Scheveningen, het Koorhuis, tijdens een concert van de Rolling Stones. Dat was de eerste keer. En daar hebben we erg veel succes mee gehad, daar praatte iedereen over. Maar daar is dus geen spaan van heel gebleven. Nee, als we het doen, doen we het goed, hè. Als we het doen, doen we het goed, hè. Alle kranten heeft mag ik hopen dat u de verbouwing van Carré anders gaat aanpakken? Ja, natuurlijk. De tijden zijn veranderd, hè. Ik bedoel, moderne technieken, Carré gaat. En dat gaat snel, hoor, met deze, hoor. Dat is weg. Dat is zo gebeurd. Maar het is toch niet de bedoeling dat heel Carré eraan gaat? Pardon? Het is toch niet de bedoeling dat het hele pand plat gaat? Kijk, we gaan verbouwen of we gaan niet verbouwen. Ik kan er ook op een nieuwe toiletpot in gooien, maar dat is geen verbouwen natuurlijk, hè. Daar hebben ze mij niet voor nodig. Maar het is toch hartstikke zonde, zo'n prachtig gebouw met zo'n rijke historie. Dat is toch zonde? Historie? Ja, dat is toch een rijke historie? Ik weet niet. Sammy Davis Jr., Josephine Baker, Louis David, Stone Hermans, heeft hier allemaal gestaan? Hier? Ja, hebben hier gestaan, ja. In die oude zooi. Oh, Josephine Baker kan ik me voorstellen. Een bananenpakhuis kan je wel vanmorgen. Ik geloof toch niet, die mensen hebben hier toch niet gediend. Hebben die mensen hier? Die hebben hier gestaan, maar ook grote Nederlandse namen. Herman van Veen, Freek de Jonge, André van Duinen. Ah, het wordt al minder. Wordt al minder. Ja, nee. Wordt al minder. Alle gekken op stokje. Het zou toch zonde, zijn als zo'n prachtig gebouw zou verdwijnen? Ja, maar luister, meneer de Graaf. Ik heb hier de maquette meegenomen, zoals het gebouw momenteel is. Kijk. Dit is het, ja. Er is natuurlijk niet veel van te maken. Het is schammel, dat ziet u wel. Het dak zit los, dat is al heel gevaarlijk. Dat is al heel gevaarlijk. Als je erin kijkt ook, kijk, hier zitten wij. Ziet u wel? Ja. Dus als dit even een windje... Nou, dan kun je het wel schudden. Ik zou een parkeergarage... Kijk, die tribunes, die kennen eruit. En dan heb ik wat autootjes meegenomen. Kijk, die passen erin. Kijk, je kan er makkelijk drie... Nou, ik denk een kleine 300 auto's duwen er wel in. Dan dit iets naar voren en dit iets naar hier en dit iets naar daar. Dit is een proefontwerp. Het is nog niet klaar natuurlijk. Ik moet het nog helemaal uitwerken. Maar dit wordt het ongeveer. Begrijp u? Met een zijuitgang. Meneer Sluit, ik ben bang dat u toch de bedoeling van de actie Bouw mij een Carré niet helemaal begrepen hebt. Dus toch? Als u het niet erg vindt, wil ik dit gesprek... voor gedaan en eigenlijk voor niet gedaan beschouwen. En nu de aandacht gaan vragen voor een optreden van André van Duin. Als u het niet erg vindt. Komt André van Duin nu? André van Duin. Mooi, dan zorg ik dat ik weg ben. Maar hoezo, bent u geen liefhebber van André van Duin? Nou, dat is zwak uitgedrukt. Ik ben meer een liefhebber van variété, hè. Goochelaars, hypnotiseurs. Ik vind hypnotiseurs. Ik heb later een hypnotiseur gezien. Die kwam op en binnen een taarttellen had hij de hele zaal in slaap. En ik moet zeggen, de laatste tijd, dat hij van Duin dat ook aardig... Die begint het ook te knijzen, hoor. Goed. Maar goed, dan hou ik het voor gezien. Okay. Meneer Sluit, het was mijn voorrecht. Ja, natuurlijk. Ik laat de autodeur staan. Ik heb gehoord, u bent aan het sparen voor een auto. Dit is het begin. Ik hoop dat de kleur bevalt. Ja. Dank u.